Verschrikkelijk. Ja, het is een mooi filmpje en die vlammen leken net echt. Maar het is verschrikkelijk. Als ik zo'n beeld zie, het doet pijn aan me. Verschrikkelijk en afschuwelijk. Al die molens. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Frans Mars. En ik zie er een beetje vreemd uit. Maar als je bedenkt dat ik geboren ben in 1903, dan zie ik er eigenlijk nog best goed uit. Ik ben geboren in 1903. Aan het begin van de vorige eeuw. En mijn hele leven stond in het teken van de Saanse molen. Dat komt, ik ben geboren in Zaandam in de Haremakersstraat. In februari op een zondag. En mijn vader was verzekeringsagent. En hij verzekerde de laatste molens van de Zaanstreek. Nou, als je net dat filmpje zag, dan begrijp je wel dat verzekeren van een molen geen slecht idee was. Voor je het weet was hij weg. En ik mocht vaak met mijn vader mee naar die molenaars. Bijvoorbeeld naar de overkant van de Zaan hier vandaan, naar het Oostzijderveld. Naar de Noordervaldersloot, naar de kwak van molenaar Evert ter Wij. Die man kon geweldig vertellen. En behalve dat hij geweldig kon vertellen, groeide er in de sloot naast zijn molen fantastische rietsigaren waar je kots en kots misselijk voor hebt. Mooie jeugd, mooie verhalen. Maar de ellende voor mij was dat juist in die tijd dat ik opgroeide, toen ik zo oud was als jullie in de tijd van de Eerste Wereldoorlog, de molens uit de Zaanstreek begonnen te verdwijnen. En niet langzaam, nee, snel. Elke week sneller. Er waren nieuwe technieken. Er waren grote fabrieken die op diesel draaiden en op elektriciteit. De molens waren niet meer nodig. Ze werden in de steek gelaten. Ze stortten in. Ze verbrandden. Ze werden afgebroken. En ik kon het niet aanzien. De andere mensen in de Zaanstreek vonden het prima. Die konden zich goed herinneren hoe zwaar het leven op de molens was geweest. Keihard werken voor weinig loon. Dag en nacht als het goed waaide. Het was geen makkelijk leven. Zij waren blij met die nieuwe fabrieken en hun 8-urige werkdag en later ook nog eens de vrije zaterdag. Zij wel, ik niet. Ik vond dat die molens bij de Zaanstreek hoorden. Ik vond dat die molens ons groot hadden gemaakt, 300 jaar lang. En dat we er tenminste toch een paar van moesten bewaren. 1100 molens hebben er in de Zaanstreek gestaan. 1100, er was bijna niks meer van over. Elke week een paar minder. Wat kon ik doen? Gelukkig had ik een talent. Ik kon schilderen en tekenen en houtsnedens maken en werken met houtskool. Ik kon al die molens vastleggen die er nog waren, die paar molens. En ook de molens die al weg waren, kon ik reconstrueren op een doek. Dat kon ik, maar dat was niet genoeg. Er moest een verhaal bij en dus werd ik ook nog onderwijzer. Zodat ik de kinderen kon vertellen over de molens van de Zaanstreek in de hoop dat zij het later aan hun kinderen zouden vertellen. Maar het was niet genoeg. De verhalen en de schilderijen, het was niet genoeg. Dus richtte ik in 1925 vereniging De Zaanse Molen op. Die vereniging moest ervoor zorgen dat er geen molen meer zou worden afgebroken of zou verbranden. Dat ze allemaal bewaard zouden blijven, maar dat lukte niet. Het was veel te duur. Na 14 jaar hadden we één molen in Koog aan de Zaan. Het Pink. En toen dacht ik, als het zo doorgaat, dan lukt het me nooit. Om die molens te bewaren, om die sfeer van vroeger te bewaren. We kunnen geen 1000 molens kopen, we kunnen ze niet restaureren. Ik moest iets doen. Ik moest iets doen om het te bewaren voor het nageslacht. Zodat de mensen over 100 jaar, over 200 jaar nog weet zouden hebben van die geweldige, geweldige molenwereld die hier ooit heeft gestaan. Wat kon ik doen? Wat kon ik doen? Ik kon verhalen vertellen, ik kon schilderen. Ik had de Zaanse molen, ik had één molenschuur in Koog aan de Zaan. Als ik dat bij elkaar optelde, dan kwam ik op een idee. Een schilderij. Maar niet zomaar een schilderij. Niet een schilderij van een molentje. Niet een schilderij van twee molentjes. Nee. Een schilderij van 11 meter breed en 2 meter hoog. Een schilderij met 52 molens erop. Dat moest ik doen. Zoals dat als mensen daarvoor zouden staan, ze het gevoel zouden... Oh, Frans Mars was links. Dat de mensen het gevoel zouden hebben dat ze midden in die molenwereld van 100 jaar geleden waren. Ik pakte alle penselen die ik had. Ik pakte mijn penseel en mijn palet. En ik begon te schilderen. Van links naar rechts.
in grote streken en de molens weer heel voorzichtig, zoals je hier ziet, detail voor detail. Ik begon te schilderen op 10 mei 1940. Dat is een mooie datum. Herinnert iemand zich wat er verder nog gebeurde die dag? Hitler viel Nederland binnen. Precies op de dag dat ik zou beginnen met mijn molenpanorama vielen de Duitsers Nederland binnen. Het hele plannetje viel in het water. Ik kon bijna niet meer schilderen, er werd gebombardeerd. De school in Koog moest de lokalen uit, want er gingen de Duitsers in. Die kwamen in de molen, ik kon er niet meer bij. Maar ondanks dat heb ik af en toe nog wel gewerkt. En toen de oorlog eindelijk voorbij was in 1946, heb ik een jaar vrijgenomen om het hele molenpanorama af te maken. In juni 1947 was het af. In een molenschuur in Koog aan de Zaan, in het Pink. 11 meter breed, 2 meter hoog. Het molenpanorama van Frans Mars. Meer dan 40 jaar heeft het daar gehangen. En toen verhuisde het. Dat zul je straks zien. Maar voordat het molenpanorama verhuisde, gebeurde er iets anders. Ik ging dood. Nou, het is een beetje raar dat ik hier dan sta, hè? Ik ben ook niet echt Frans Mars, dat hadden jullie misschien al gezien. Frans Mars was namelijk heel lang en heel dun. Dat heb ik geprobeerd te acteren, maar dat is waarschijnlijk niet helemaal gelukt. Frans Mars had heel veel krullerig haar. Nou, dat heb ik met gel geprobeerd, maar dat is toch niet helemaal gelukt. Nee, Frans Mars is al 43 jaar dood. En hier zie je de mensen aan het werk. Tenminste, als ik mijn bril opzet, want die had Frans Mars ook niet. En ik wel. Oh, daar zitten jullie. Gezellig. Goedemiddag. Nee, ik ben niet Frans Mars. Ik ben niet de schilder van het molenpanorama. Ik ben niet de oprichter van de Zaanse molen. Ik ben niet die onderwijzer uit Wormerveer. Mijn naam is Hans Kuiper. Ik ben kinderboekenschrijver. En ik heb jullie hier vanmiddag uitgenodigd om jullie een cadeautje te geven. En dat is niet mijn gekamde haar, hoor. Dat krijg je er gewoon als bonus bij. Het molenpanorama verhuisde, hier zie je dat. Hier zie je ze sjouwen, allemaal serieuze mannen in 1989. Die schuur van molen het Pink in Koog aan de Zaan was toch te vochtig geworden. Het schilderij werd aangetast, het moest naar een betere plek. Het ging naar het molenmuseum. Daar werd het in een nieuwe aanbouw keurig neergezet. Er kwam een strook water onder, er kwam riet voor. Zodat als je er voor ging staan met die gebogen wanden, je echt het idee had dat je aan de Zaan stond. Prachtig. Het werd helemaal schoongemaakt en gerestaureerd. Zodat de kleuren van 1946 er helemaal afspatten. En zo is het nog steeds. En je kunt het daar zien. Er zijn ook mensen die er naartoe gaan. Redelijk veel. Zelfs kinderen. Er zijn heus wel kinderen die dat interesseren. En het Molenmuseum blijft er niet. Want daar gaat het feestje vandaag ook een beetje over. Als alles goed gaat, en alles gaat goed, dan verhuist het molenpanorama nog één keer. Hier naartoe. De schans. Waar je nu nog naar de wc kunt, kun je dan naar de wereld van windmolens. Om dat te vieren, om te vieren dat die prachtige molenrij daar staat op de Kalverindijk, om te vieren dat die wereld van windmolens er komt, toch een beetje het gevolg van de allereerste ideeën van meneer Frans Mars, hebben we een boek gemaakt. Ik heb het mogen schrijven. Het heet De Molens van meneer Mars. En hoewel het verhaal van meneer Mars natuurlijk afgelopen is, toen hij overleed, is het verhaal van het molenpanorama nog lang niet afgelopen. En we proberen het ook in dit boek aan jullie door te vertellen. Het is een boek dat gaat over een schilderij. En over mensen die doorgaan als het moeilijk wordt. Maar het is ook, omdat het nou eenmaal in die tijd speelt, een boek over de oorlog. Ik zal jullie het eerste hoofdstuk voorlezen. Het duurt niet heel lang.
Heb je alvast een beetje een beeld, kun je thuis misschien meteen door. Dinsdag 5 september 1944. Er gebeuren zulke vreemde dingen dat ik besloten heb om alles op te gaan schrijven. Dan weet ik later nog precies hoe het allemaal gegaan is. Ik ben bijna 13 en ik zit in de 7e klas op school F in Wormerveer aan de Voltastraat. Onze meester is meester Mars, maar in de 7e klas moet je meneer zeggen. Meneer Mars. En ik ben pas 1 dag naar school geweest en dat was gisteren. Vandaag moest ik eigenlijk ook, maar het liep anders. Er waren meer mensen dan normaal op straat toen ik vanochtend op weg ging. Sommigen hadden een oranje bloem van kreppapier op hun jas. Door de mieze regen zagen die bloemen er wat vlekkerig uit. En bij sommige huizen hing zelfs de Nederlandse vlag uit het raam. Dat is streng verboden door de Duitsers. Dus ik begreep er niks van. Weet je het dan nog niet? Vroeg Spekman toen hij me naar zo'n vlag zag staren. Breda is al bevrijd. De geallieerden zijn op weg naar Utrecht. Morgen kunnen ze in Amsterdam zijn. De Amerikanen zitten al in Lisse, riep een voorbijganger. Heb ik zelf van iemand gehoord. De oorlog is voorbij, zei Spekman. En hij sloeg me zo hard op mijn rug met zijn enorme slagershanden dat het pijn deed. Ik geloofde het eigenlijk niet. Hoe kan de oorlog zo opeens afgelopen zijn? Hij duurt me al 5 jaar. Bijna zo lang als ik me kan herinneren is het oorlog geweest. En sinds de zomer hebben we thuis wel de opmars van de geallieerden gevolgd met vlaggetjes op een oude landkaart. Van Normandië heel langzaam naar boven door Frankrijk en nu tot Brussel, Antwerpen. Maar die steden liggen in België en dat is altijd nog enorm ver weg. Op de hoek van de Stationstraat zag ik nog veel meer mensen en iedereen was blij en opgewonden. Gerrit en Schele Dirk haalden me in. De armen om elkaar schouders en met fonkelende ogen achter hun brillenglazen. De moffen gaan naar Mofrika, zong Gerrit. Geef ze een schop en ik haak slag na. We liepen niet door naar school. We gingen rechtsaf naar het Stationsplein. Daar werd zelfs gedanst en iedereen zong. Oranje boven, leven de Willemien. Een eindje verderop, aan de wandelweg, zagen we een grote groep Duitse soldaten die de school met de Bijbel uitslopen. Ze bemoeiden zich niet met ons. Dat zouden ze op een gewone dag zeker wel hebben gedaan. Het was heel vreemd allemaal. Zie je nou, riep Schele Dirk en hij zette zijn brilletje wat rechter op zijn neus. Ze taaien af. We zijn bevrijd. Ik ging het echt geloven. Ik wilde het ook echt geloven, denk ik. Hoe zou het wezen om niet meer bang te hoeven zijn voor de bommenwerpers? 'S Nachts de Engelsen. En overdag de Amerikaanse die zo dreigend laag over ons huis schieren. Where are you, brommen de motoren. Terwijl ze onverstoorbaar tussen het afweergeschut van de moffen doorvliegen op weg naar de arme steden van Duitsland. Hoe zou het zijn als iedereen gewoon op straat kon komen wanneer hij wilde? Zonder angst om opgepakt te worden. En zouden nu ook de Joodse kinderen die met mij op school B hadden gezeten weer gewoon thuiskomen? Daar! Riep Schele Dirk opeens. Een Spitfire! Zie je wel, de laatste aanval is ingezet. Tegen de grijze wolken aan de horizon was een klein vliegtuig verschenen. Onmiddellijk begon het afweergeschut te blaffen. We zagen de donkere rookpluimpjes verwaaien in de wind. Maar de Engelse vliegenier liet zich niet zo makkelijk te gazen nemen. Hij zette een duikvlucht in, boven uit Geest in de verte en van daaraf langs de spoorbaan, recht op ons af. Er reed net een passagierstrein het station van Wormerveer binnen. De boordmitrailleurs van de Spitfire lieten een salvo los die de vonken uit het dak van de trein sloeg. De mensen op het stationsplein begonnen te gillen. Gerrit drukte zich zo dicht tegen me aan dat ik de zwavelzalf op zijn hoofd kon ruiken. En ik wist niet eens dat hij luizen had. Schele Dirk trok ons mee naar een veilig plekje achter een boom. Van daaruit keken we naar wat er op het plein gebeurde. De mensen waren alle kanten opgestoven. De Spitfire had zich met een wijde bocht uit de voeten gemaakt. Vlak voor het station stond de trein stil, sissend. De machinist was uit zijn cabine gesprongen en lag nog half in de sloot, zijn armen beschermend over zijn hoofd. Midden op het plein lag een jongen, van mijn leeftijd, doodstil. Met zijn armen wijd en zijn benen een beetje gedraaid, alsof hij wilde opstaan om ook weg te rennen. Maar hij stond niet meer op. En naast hem hurkte de oude meneer Olij, die kende ik wel. Hij had een hand op zijn borst en keek hulpeloos om zich heen.
Het duurde even voordat een paar mensen de moed hadden om het plein weer te betreden. Ze hielpen meneer Olij overeind en ondersteunden hem op weg naar zijn huis. Anderen tilden de jongen op. Iemand legde een zakdoek over zijn gezicht. Maar Schele Dirk had hem toch al herkend. Het is Kees, mompelde die. Die ken ik. Van QSC. Nou, die voetbalt niet meer, zei Gerrit. Dat was zo'n rottige opmerking dat ik Gerrit een stomp gaf. Maar dat hielp niet tegen het ellendige gevoel in mijn maag. Het feest op het plein was natuurlijk afgelopen. De mensen verdwenen allemaal alleen of in groepjes. Het bleef motregen. Ik ging zelf ook naar huis. Daar hoorde ik later van mijn vader dat meneer Olij thuis gestorven is. En ook nog twee vrouwen die in de trein zaten. En nu ben ik dit dagboek begonnen. Om er niets van te vergeten. Want de oorlog is nog lang en lang niet voorbij. Als je het boek verder leest, dan kom je vanzelf te weten wat die oorlog te maken heeft met het molenpanorama. En als je het helemaal volhoudt tot het eind, dan kom je in juni 1947. En op die plek in het boek vind je het ook. Kijk eens, helemaal. Het molenpanorama. Kun je rustig thuis nog eens bekijken. En dit boek is prachtig ingebonden. Het is helemaal in kleur. Er hebben ontzettend veel mensen aan meegewerkt. De drukkers, de binders, de ontwerper Jan Schoen vooral niet vergeten. Een prachtig boek van gemaakt. Maar ik wil toch drie mensen hier even op het podium hebben. Moeten jullie nog eventjes blijven zitten? Dat zijn namelijk, wat het boek betreft, de drie belangrijkste. Dat is ten eerste Theo Hallingse, die het allemaal heeft bedacht. Het is eigenlijk zijn kindje en vandaag wordt het ten doop gehouden. En de gebroeders Visser, die met hun stichting het geld bij elkaar hebben gebracht om dit allemaal mogelijk. Mag ik die drie mensen eventjes hier op het podium? Cor, Wim en Theo. Het zijn de exemplaren 216, 217 en 218, dat vonden we wel toepasselijk. Die reik ik aan jullie uit, bij wijze van feestelijk eerste moment. En jullie krijgen van de accordeonist Hans Metzler een kleine kijkje erbij. Alsjeblieft. En voor jullie in de zaal, als je straks naar buiten gaat, dankzij deze mannen, voor jullie allemaal, gratis en voor niks, de molens van meneer Mars. En dat mag je zomaar mee naar huis nemen. Zenuwachtig, moet ik zeggen, maar dat hoort erbij. Maar het ging leuk en volgens mij vonden de kinderen het ook leuk. In het begin zijn ze natuurlijk heel woest, maar dat hoort ook, want je ziet in de zaal en het wordt donker en spannend. Maar ik vond wel dat ze heel goed bij betrokken waren. Dat ze ook op een gegeven moment echt goed stil werden bij het voorlezen. Ook op het moment dat het moest, dan zijn ze er helemaal bij. Ik denk dat ze thuis wel door gaan lezen.